glijbaan. We zijn op dezelfde glijbaan gekomen ook. Oh, kut, mijn benen. Auw. Ging je ook door die gleuf heen daar? Yep. We zijn er. Topplek toch? Ja. Die is toch een topplek. Oké. Okay. Nou, ik zeg, Ik denk dat ik even iets aan jou moet geven. Laten we dan beginnen met krachten en dat soort gekkigheid. Even kijken, ik ga ook wat dingen even wegstoppen. Dank u wel voor de crest. Ik ga ook wat spulletjes aan jou geven, dan wist ik wat... Oh ja, blijf gewoon maar de spulletjes daar neer. Dan gooi ik even spul... Nee, dat is geen goede zorg, hoor. Dat is gewoon... Het zijn gewoon eten shit en zo, maar... Hoezo wil je die fern houden? Ja, ik heb hem gewoon opgeraapt, daar komt het op neer. Nee, de botten en al dat soort dingen mee. Oké. Okay. Die sticks hebben we ook niet nodig en zo, die laat ik wel even liggen. Ja. Kijk, zit er een beer? Nee, het is niet de beer. Oké, okay. Ik zeg... Ik ga de... Hoe heet dat? Crafting table maken. Oh, die craft ik nu op dit moment. Kan ook. Ja. Ik zeg, wat hebben we allemaal nodig? Een kampvuurtje kan ook geen kwaad. Maar die craft ik ook wel gelijk, dat toch beter zijn. Anders kan je ook opkopen? Ja. Ja, geef ons je hout eens. Dan craft ik de hele bundle achter elkaar. Dan kunnen de kijkers ook goed zien wat er gebeurt, want dan is het zo zonde. Ik gooi ook wat stenen bij. Ja, gooi alles gewoon gelijk neer. Dan, maar, Mike, we hebben het wel mooi voor elkaar, hoor. Hoeveel, 3k steen, 3,5k steen. En, net iets meer dan 1k, hout. Ik had 1652. Nou, dat is een beetje veel. Ja, nou, dat doen we goed. Oké. Okay. Was leuk geweest natuurlijk. Ja, okay, ja, ik denk eigenlijk gewoon dat we meer hout nodig hebben. Nog meer? Yes. We gaan zo even zoeken. Wil je nog één leren huidje? Ik zou even kijken, waarschijnlijk heb ik er nog wel. Ik koop het wel trouwens. Ja, ik heb er 2. Oh, geef eens. Dank je. Ja, het is allebei. Want dan kunnen we gelijk, of we toch bezig zijn. Wat is nou aan de hand? Auw! Oh. Ik dacht dat niet kon. Ik word geslashed, dat kan ja, kan wel. Ik zie dat niet dat omdat we in dezelfde clan zaten dat niet meer kon. Kan wel, dan ben ik gesneden in mijn been. We hebben meer flex nodig, dan kunnen we hem gelijk één keer upgraden. Ik heb 92 flex. Oké, okay, geef eens. We moeten gewoon alles even stacken nu, denk ik, dat is het punt. Oh, ja, wat. Volgens mij heb ik alles gegeven waar je blokken en zo van kan maken. Ja, hier heb je nog hooi. Ja, dat... Oké, okay, maar we gelijk met upgraden gelijk de crafting table. En ik zeg, huppakee. Simsalabim. Hoppakee. Waar gaat die geupgraded worden? Ja, vuur. Ja, dat is heet, het vuur. Ik stond bijna de fik. Kijk, Mike. Een perfect begin. Van onze basis, vuur en werkplaats en genoeg resources om mee te bouwen. Ik heb net iets van 3 elanden gedood en 2 wolven. Nice, ik kom ook naar huis toe. Ik heb hoeveel flex verzameld? 190. Het zijn, en wat eten trouwens, moet toch bezig zijn. Dat doe ik trouwens niet. En ik zie trouwens... Ik heb trouwens 30 flex ook en 1k 215. Lekker, lekker, dat houdt. Ik heb hier nog wat ijzeroor voor mijn neus. Dat neem ik even mee. En dan kom ik eraan. Oké, okay, ik ben bijna thuis. Nice. En ik zie letterlijk een grote lichtvlek. Dat is niet nog... Ik kom via de achtbaan trouwens, mocht je afvragen waar ik vandaan kom. Oh, daar kom ik van. Ik zie volgens mij ook een fakkel daarboven, ja. Ja, ik heb gewoon het licht naar gestoken hoor. Dan zie ik niks. Hoppakee. Ja, hier nu spring ik in de achtbaan. Au, ik sta steen in de achtbaan. Het glijdt wel echt lekker. Oké, okay, ik heb 200 flex. En wat heb ik nog meer gehaald? Oh ja, en ijzer. Dat bak lekker, zie ik al. Ja, ik heb het vlees even uitgehaald. Ik geef je de helft. Als u. Je moet ook wat gezonder eten, Mike. Dus ik heb je ook wat wortels gegeven. Zo. En dat. De laatste vind ik lekkerder. Stek jij dit?
Hier, dan steek jij deze maar op. Oh ja, blokkertjes. Ik heb trouwens een nieuw wapen gemaakt. Heb je nog een knuppel? Lekker. Ja. Die, ik keek ook gewoon naar, ik keek naar die andere knuppel die je bij, de, bij deze kon maken. Ja. En deze doet alsnog gewoon meer damage dan die. Ja, deze is sterk, dacht ik, van alle botclubs dingen die je kan maken. Die jij hebt. Er zijn veel van de clubs volgens mij. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je deze wel. Oh, trouwens, ik wil wel even een paar flex terug. Oh ja. Ik wil een bed maken nog. Komt goed. Weet je wat, Mike, wat ik zeg? We gaan een huisje bouwen. Oké, okay, Mike, ik heb, ik heb de houtjes. Laat ik, ik had gezegd, zullen we hier ook gelijk maar, wat zeg? Hout, hoeveel kan ik er dan maken hiervan? 60. 30. Kraft. Want, hoeveel zit er nog in het kampvuur? Aan eten? Ik weet niet, volgens mij haal ik alles eruit of niet? Nou, er is nog wat eten in de bakken bedoel ik meer. Zo, ik zou gaan laten we gewoon hier beginnen. Het is begonnen, Mike. Ons huis. Dit zijn de eerste stenen naar het koninkrijk. Toen waren de stenen nog bijna op, maar dat maakt niet uit. Hoe breed wil jij het huis, denk je? Even breed is mij. Dat is heel breed. Hoppakee. Dat is het duidelijk. We hebben veel meer van die steentjes nodig. Die hebben we ook. 6. Sam. Ja. Kijk eens. Je hebt nog meer steentjes gemaakt. Nee. Oh, dus eten. Oh, lekker. We hebben heel veel eten. Ja. Nou, dat kan geen kwaad. Oh, het is gewoon donker. Ik denk dat er zit een licht te flikkeren, maar... Het is gewoon donker natuurlijk buiten. Oh, leuk, ik word nog maar geskypt. Ik kan Skype alleen echt niet openen, want dan gaat hij weer gaar doen. Dus sorry persoon die nu skypt, het gaat niet worden. Ja, pech. Ja. Hop, hop. Ja, ik doe het even zo, want... Het huis is nog niet eens even breed, maar... Kom niet zo goed. Ik doe het even zo, want dan kunnen we... Hoe heet nou? Die oven er vast in plaatsen. Oh ja, die grote... Zonder het begint te zeiken. Ja, kijk, nu kan je het als een kampvuurtje er nog in plaatsen. En straks dan, als het een oven wordt, dan past hij nergens meer in. Oké, ik ga nog wat houtjes pakken. Houtjes. En dan zeg ik... Doe nog maar even een stuk of... Is dat nog meer... Vreten. Ik heb echt, ik weet niet hoeveel bijen we al ouders ik hier te graaien. Je eet het allemaal maar op. Ja, ik heb al zat... Hier staat lekker het vuur, hoor ik alweer. Ik pak even twee kolen. Dat mag niet. Ik ga al het eten op, aan te steken. Ja, ik haal het er even uit. Al het eten moet er toch gewoon in? Ja, maar ik verkoop het zo nog een keer. Alleen, ik zeg Q, doe collect. Dat is niet empty, want iemand heeft wat ingeflikkerd. Geef dat kudde hier. Waar is het kampvuur, Mike? Jij hem of niet? Huh? Jij... Heb ik het kampvuur? Ja. Ja, ik heb het kampvuur. Oké, okay, prop me hier in de hoek. Dat werkt. Waar? Wacht even hoor. Zo. Nou, dat kan helemaal niet. Crest. Oh ja, dat wist ik al, als het kapot kan. Zo. Ik zeg, oh dat kan helemaal niet, dat collapse hele bundel in elkaar. Hoe collapse het dan? Ik heb even de structures zitten kijken hoor. Zo. Ja hoor. Ik zeg, we kunnen hem plaatsen. Ja, waar moet hij? Ik ga hem zeggen, hier, in het hoekje, zo ver mogelijk. Oké, ik ga proberen, zo ver mogelijk. Hé, hey, dat ziet er goed uit. Dan zeg ik, 6. Hop. Eigenlijk moeten we er gewoon gelijk nog eentje craften. Uit mijn tactisch oogpunt zegt dat we er gelijk nog een moeten maken. Nog een kampvuur?
Ja, eigenlijk nog, zelfs nog één. Heb je nog hout? Nee, ik heb helemaal niks meer. Dat heb ik al aan mij gegeven net. Dan zal ik, als ik jou was, nog wat gaan hakken. Dan kom ik er ook zo aan om wat extra te hakken. Oké. Okay. Want we gaan er weer hartstikke hard doorheen. Heb dit erbij. Aan ermee. Hoger maken. Zo. Kraft er nog eentje. Ja. Oké, okay, dat gaat er nu toe lekker. Dan kunnen we even die dingen upgraden. En dan hebben we gewoon twee ovens in het huis. Die gelijk voor ons omheen. Want we natuurlijk zat steen als het goed is. Ja. Ik wil nu upgraden die weer zo. En dan kunnen we gewoon gelijk staal smelten. Ik bedoel steen. IJzer. Ja. 836 hout. 836 hout. Dat klinkt lekker. Ik heb dus nog een kampvuur gekraft. En ik kraft er nog eentje bij. Want dit is voor mij de slimme tactiek. Dan moet je drie kampvuurtjes uit elkaar plaatsen. Zo krap mogelijk. En dan zijn ze nu nog klein en dan upgrade je ze daarna, alle drie, en dan heb je daarna drie massieve ovens. Gewoon op een kleine space bij elkaar. Dat is gewoon de truc. Dat zijn die slimme Rain of Kings trucjes. Daarvoor moet ik wel hebben. Die ken ik allemaal niet. Nee, maar ik vind dat ding altijd interessant, net als in Turtles trucjes. Oké. Okay. Nou, laat ik wat eten ofzo. Ik heb nog bessen. Bessen. Je hebt zat te eten. Ja, we hebben zoveel eten. Ik heb 1K11 hout. Kijk, perfect. Komt dan naar huis, zeg ik. Dan bouwen we het huis verder. Ik heb nog een bestje achteraan, hoor. Ham. Vroeger, ja, daar gaan we. Gewoon heb ik Rain of Kings gekocht toen het echt net uit was. Dus echt helemaal aan het begin. Toen, hoe heet het nou? Toen had je nog, dat als je een plantje plukt, dat je dan 5 berries kreeg. Was echt over iedereen leefde heel dag op berries. Je had toch geen andere niks anders nodig. Ja, nu hebben we gewoon vlees. Heel veel vlees. Ja, dat was het toen ook al. Alleen het was meer het punt dat vroeger. Klik zo erg. Vroeger, in die goede oude tijd. Toen ik in de eerste keer. Dat zou van die oude opa's zijn. Ja. Toen was er zoveel aan bessen overal. Nee, maar ik heb zelf nog. Het eerste huis dat ik bouwde was van takken. Echt zo sloemen. Het was echt heel erg. Maar gelukkig hadden we okken. Die mensen letterlijk wegjaagden met voicechat door. Oh, en nou. Hoe noem ik dat? Ja, hoe ga ik het omschrijven? Gillen met speren achter mensen aan te rennen. Ja, dan bleven ze al weg. Dat kan schade. Het kan kapot. Even kijken hoor. Loot zijn kapot. Kijk, upgrade gelijk heel de bende. Ik heb de loot zijn kapot gemaakt. Ja, dat is niet degene wat kapot gaat die op dit best. Dat is de grond. Nee, ik heb de loot echt kapot geslagen. Echt waar? Kan dat? Alright. Stenen. We hebben hout zat. Oké, okay, ik heb er goed gevoel over. Ik heb er goed gevoel over. Nou, upgrade de hele bende. En dan, ik zeg, huisje maken. Ik moet er snel mogelijk een grote. Ik zet allemaal knopjes uit. Tessa. Ik kan deze, die is ook leuk. Maar die doet ook iets echt. Dus, hè, dan onthul je wie je bent met je naam. Dat is voor ons toch niet zo belangrijk. Wij zitten dezelfde clan. Maar, ja. Welk knopje is dat trouwens? Welke? Die jij nu indrukt. How? Hij maakt een hartje. Oh nee, hij houdt zijn handen bij het vuur. Of hij duwt mensen weg. Niemand weet het. Doe iets. Are you mocking me? Hij doet wel wat. Hij doet wel wat. Ja, oké, kijk. Ze zijn klaar. De ogen pret op. Nice. Oké, okay, ik zeg. Ga ze nog een keer upgraden. Inderdaad. Ik zeg upgrade. Oké. Ik zeg, laat die andere thema nog even lekker zo. Het is zo belangrijk dat er eentje is, want dan kunnen we naar het staal tenminste. Het zijn steeds gevaarlijk. Maar we kunnen daar tenminste even het hout in knallen. Oh, kut. Oké, okay, Sam. Cancel. Het huis verder. Ik breng het advies belangrijk. Ja, dat ga ik zeker doen. Nee, kut, vuur, man. Ik klop erin. Waarom wil mijn man als een meisje? Ik bedoel, het is toch een vent die ik heb gekozen? Ja, maar je hebt een vrouwenstem waarschijnlijk. Fantastisch. Ja, oh, dat moet je het instellen. Ja. Want dat heb ik nou niet gedaan, dus dat kan goed. Het is onzin spel. Je hebt een soort heksenstem. Het is dus een vrouwenstem. Het is duidelijk. Een vrouwelijke heks. Ja, dat is weer leuk dit. Ja, trouwens, heksen zijn altijd vrouwen. Dat klopt. Ik zat eens te denken. Ja, wat zat jij te denken? Die vrouwen echt heksen krijgen. Wat zijn mannen dan ook alweer?
Ligt eraan in welke context je het wil weten. Nou, als je heksen, vrouwen zijn heksen. Ja, Mike. Wat zijn mannen dan in die context? Of tovenaars of klootzakken. Het is in welke context je het wil plaatsen. Dit is best wel heel lekker eigenlijk. Het is zo slecht. Het is zo slecht. Auw, dat kutvuur. Nee, dat ding te upgraden. Je bent een heks. Nou Mike, ik vind dat wij een prachtig hebben onze oven die lekker ijzer stookt. Ons huisje maakt goede vorderingen, craft erin. Nee, klopt, maar we kunnen wel naar stage 3 van de crafting table. Dus ik zeg, hopsakee, dat ziet er goed uit. Oké, ik zeg, we bouwen ons huisje verder, want als het goed is, is al een boel klaar. Ja, hey. We hebben 74 blokjes. Nice. Oh ja, die stenen blokjes zijn klaar. En dan heb ik ook als het goed is nog hout. Hier. Gaan we het huisje nou met hout bouwen of met steen? Hoeveel hout hebben we nodig? Ik zeg steen, alleen we hebben het blueprint even gelegd met hout. En ik zie ook, als we nog... We moeten dit gewoon... Derde muisbutton is het, dacht ik. Ja, oké. Ja. Ik geef jou de helft dan. Is goed. En dan moet ook, als we nog een klein beetje hout hebben zelfs, dan kunnen we de crafting tables alsnog een keer upgraden. Geen heel lang kunnen craften, maar dat kan wel. Zo, eten. Lekker. Yes, de helft. Dank u. Ik ga alvast bezig met het vuur. Ja, slim. Ik zou wel zeggen, doe niet de binnenmuur, want daar kan toch niemand bij. Wat bedoel je? De binnenste muur, zou ik het zo kunnen noemen. Daar... Ja, wat is de binnenste muur? Sorry, ja. Dit is dit blokje hier, zou ik nu op staan. Weet je, daar kan niemand op slaan van buitenaf. Oh ja, gewoon de buitenrand. Ja, het gaat puur dat mensen niet kapot mappen. Nou, die ook maar, dat is belangrijk. Op. Kijk, dit ziet er goed uit. Ik heb al... hoeveel blokjes heb ik nog over? Best wel wat hoor, aan die stenen blokjes. Ja, inderdaad. En die kunnen we ook gelijk door met... dit ding moet ook eventjes. We kunnen ook gelijk door met die houten dingen. Dat zei je? Ja, klopt, zo. Die moeten we niet vergeten. Dan moeten we... Kijk, op. We hebben alles uit elkaar vangen? Ja. Nice. In ieder geval, buiten de dingen wel. Ja, dat is het belangrijkste. Behalve deze hoogte. Ja, natuurlijk de dak straks nog maar. Ik zeg, laten we ook gewoon vast dichtbouwen, want we zitten onszelf voor niks werk te bezorgen. Ja. Kan hier ook. Kan gewoon. Alleen dan even een stukje open laten voor een deur. Ja, klopt. Midden of zo. Hop. Ja, ik vind het een mooi huisje worden hoor. Wordt het even voor de eerste... Oh, fuck. Oh, sorry. Ik heb het blokkeren. Oh, zo. Moet alleen nog even een... een paar stenen blokjes hebben. Ja, klopt. Ik moet nog iets meer hebben, maar dan komen we er ook wel. We hebben in ieder geval de voorste buitenmuur ook in. Kom maar rond hier. Hier kan niet meer gebouwd worden door die kutte ovens. Ja, inderdaad. Maar je kan er niet in toch, vanaf hier? Nee. Nee. Oké, daar gaat het om. Een deur. Ja, ik zeg van... ik zeg hout moeten we hebben, want dan kunnen we een beetje een fatsoenlijke muur maar een deur maken, omdat we gelijk kapot geschoten worden. Van woeder? Ja. Nee, die is echt loser slecht. Die ram je met een bijltje door binnen. Is dan reinforced wood iron door? Die is wel goed, dacht ik. Maar we hebben zat iron, we hebben 40 iron in totaal. Heb je 4 iron en 150 hout voor nodig? Get dat, maar even kijken. Ja, ik zoek er even wat uit. Even ik kijken hoor. Ik ga even steken. En hout trouwens, zonder grappen. Dat is echt... Hout nodig? Ja. Ja, hout is... Als we nog een beetje hout hebben, kunnen we de crafting table nog een level omhoog knallen.
En we weten wat deuren we dan kunnen maken. Hoeveel hout hebben we nodig dan? Ja, echt iets maar van... als je één kaartje brengt, is prima. En ik kan ook helpen hakken, dus... Ja, we hebben nog even wat steen nodig. Oké, kijk, nice. Door deze upgrade die ik net ingeknald heb, kunnen we ook al alle andere crafting tables craften, zoals... de zet, boogschieter en het wild, die is belangrijk. En een sawmill. Ook handig. Waterput. Ja, het kleine huisje wordt wel wat, denk ik hoor. Wat kan je ook alweer met die waterput? Dan kan je toch zelf water krijgen? Ja, dan gooi je kool in en dan krijg je er water uit. Oh, die is best handig. Super handig. Ik kan ook zo ver te lopen. Ja, klopt. We komen er goed vanaf, maar... Het kan slecht lopen. Ja, maar het is wel iets wat we binnenkort eigenlijk gewoon even moeten maken. Ja, ik liep gewoon een flex vorm, maar ja, dat bestaat helaas niet. Ja, dat heb ik zo ook graag hebben, ja. Even kijken hoor. Voor een steenmijn die je kan maken. Ja, quarry, het was heel rust. Ik blijf wel zeiken over rust, maar het is wel waar. Dat zou chill zijn als je quarry hebt, gewoon dat je dat hier in kan gooien. Ja, dat zou super nice zijn. Vaak in zo'n rot of zo. Oh, even spullen nog pakken. Hoppakee. Onzin. Die moet ik hebben, zo, zo. Onzin. Hoppakee. Blokjes, ik heb het huis even opgeruimd trouwens. Oké, zo. Ja, ik denk eigenlijk gewoon dat we wat hout en stenen hebben. Nou, dat zijn de basic principetjes.